Deze module gaat over interculturele zorg binnen de GGZ. Je hebt in je werk te maken met culturele diversiteit. In deze module krijg je een helder overzicht van belangrijke thema's in de interculturele zorg en krijg je praktische tips voor het omgaan met cliënten uit een andere cultuur. De module is bestemd voor alle hulpverleners binnen de GGZ. De kennis, houding en vaardigheden die getraind worden in deze modules. Sluiten aan bij de grote culturele diversiteit in de GGZ. Als je deze module hebt gedaan, kun jij beargumenteren waarom interculturele zorg noodzakelijk is. Je beschikt over basisvaardigheden in het omgaan met tolken en je kunt non-verbale aspecten herkennen die relevant zijn om de hulpvraag van cliënten te achterhalen. De module bestaat uit vier onderdelen die je achter en volgens moet doorlopen. De onderwerpen die behandeld worden zijn contact en communicatie, Intake en anamnese, therapietrouw en voorlichting en psychoeducatie. Na het tweede en vierde onderdeel maak je een kennistoets. Je doorloopt in de module verschillende casussen. In de allereerste casus ligt de focus op het leggen van contact met een cliënt. In een andere casus wordt de nadruk meer gelegd op het aansluiten bij de beleving van de cliënt. Aan de hand van verschillende vragen en opdrachten en passende theorie. Leer je over interculturele zorg en wat dit voor jou betekent? Ook reflecteer je in de module op je eigen vertrouwde manier van handelen, om erachter te komen wat jouw valkuilen zijn en waar jij jezelf kunt verbeteren. Naast kennis over culturen, leer je in de module ook over culturele verklaringen van ziekte en over het gebruik van alternatieve geneeswijzen. De module is uitermate geschikt voor professionele hulpverleners die betrokken zijn bij de intake, diagnostiek, behandeling en begeleiding van cultureel diverse cliënten. Wij wensen je veel succes.